Goedemiddag allemaal. Ik hoop nog wel dat er nog iemand in de andere zalen zit ook eigenlijk, maar dat wordt dunnetjes. Nou, geeft niet. Goedemiddag, welkom. Dit is een sessie in twee delen. En de reden daarvoor is eigenlijk, ik ben begonnen met dit ding als een sessie in één deel van 60 minuten. Zo heb ik hem op Techorama gedaan eerder dit jaar in Ede. En ik zat ernaar te kijken en ik dacht eigenlijk, ja, ik vind het eigenlijk veel te leuk om te laten zien waar ik gewoon mee bezig ben. En daar is zo'n grote zaal als op Techorama, daar staan ze in een enorme bioscoopzaal met 150 van die mensen die een beetje glazig naar je zitten kijken. En dan denk ik, ja, dat is niet goed. En die SDN events die zijn daar leuk voor. Ik doe dat eigenlijk ieder jaar. Dat ik eigenlijk wat meer gewoon wat code kan laten zien. Ook gewoon van de dingen waar ik gewoon iedere dag mee bezig ben. Sterker nog, waar ik gewoon vanochtend nog mee bezig was. En dan kan ik daar iets bij vertellen. Dus ik heb dezelfde slide ook al bij me. Dat wil zeggen, ik heb er wel weer wat aan toegevoegd. En eigenlijk zit er ook wat overlap in met de slide deck, dat als ik een hele dag training geef over microservices, maar die is inmiddels weer zo groot geworden dat ik het niet meer red in een dag. Ik deed dat in-house bij, wat was ik ook weer? Raad voor de Rechtspraak 2 weken terug. En toen hadden we een dag gediscussieerd over allerlei dingen en toen bleek ik pas op de helft van het materiaal te zijn. Dus toen zeiden ze, nou ja, moeten we in januari nog maar een dag in plannen? Ik zei, oké, moet dan maar. En dus, nou, dit is dus de 2 uur versie. Dan ga ik alsnog heel snel praten voor mensen die mij nog nooit hebben zien praten. Ik praat wat snel. En als ik enthousiast word en ik ga over code praten, dan wordt het nog sneller. En dat is in het Engels trouwens ook zo, dus dat red je niet zeg maar als ik het in het Engels had gedaan. Dus wat ik ga doen is, ik ga je wat dingen laten zien over mijn ervaringen met microservices. En die zijn wat breed. En ik zal er proberen ook wat historie aan te plakken. Ik ga vooral proberen wat lessons learned te doen. En die gaan eigenlijk veel meer ook over hoe programmeer je nou netjes. En daar zijn natuurlijk allerlei geuren en smaken in. En dat is voor iedereen anders wat je netjes en mooi vindt en elegant en niet elegant. En ik heb wel een hele discussie met mensen over promises in JavaScript en zo. En dan, ja, ik vind dat mooi, zij vinden het niet mooi. En ze doen liever await and sync. Nou, hartstikke leuk. Ik ga niet over smaken redeneren, maar ik kan je wel de mijne laten zien. En doe ermee wat je leuk vindt. Nou, daar gaan we. Als jullie vragen hebben, opmerkingen hebben, gewoon roepen. Dat is het leuke van een wat kleinere groep, dan kun je dat ook gewoon doen. Het begon eigenlijk allemaal toen ik in januari 2014 binnenliep bij een verzekeringsmaatschappij in Zoetermeer. Dit is hun pand. Ik zat aan tafel met de CEO, wat overigens een enorme klootzak is. Laat ik daar niet over gaan vertellen, want dat is weer een heel ander verhaal. En ik zat bij hem aan tafel in begin januari 2014. En hij zei tegen mij van ja, we gaan een heel groot nieuw systeem bouwen, want wij hebben nogal wat legacy code en daar moeten we vanaf, om allerlei goede redenen overigens. En toen zei hij, we gaan dus een heel groot nieuw systeem bouwen. En januari 2014, ik zei ja, is misschien niet zo handig. Ik zei, want jullie, ik liep er net 2 weken rond, hè, want jullie veranderen gewoon voortdurend van gedachten over wat je wil, requirements veranderen, ideeën over technologie veranderen, et cetera. Dat moet je niet doen. Dus je moet het in hele kleine stukjes hakken. En zodat je ieder van die kleine stukjes zichzelf kan laten ontwikkelen. En als jij dan wijzigingen hebt op je landschap en je wil andere dingen ermee doen, dan kan dat. Het keek hij me zo aan en zei hij, nou dat is goed. En toen zat ik ineens tot over mijn oren in de microservice. Microservice op dat moment bestonden helemaal niet. Ik was in november 2013, dus 2 maanden daarvoor, was ik op een conferentie in Vilnius. De Buildstuff-conferentie en daar sprak Fred George. En Fred George sprak over het in hele kleine stukjes hakken van zijn code. En dat was eigenlijk nieuw en ik zat daar naar te kijken in november. Nou, dit is best leuk, daar wil ik eigenlijk ook wel eens naar kijken. En ergens tussen november en januari is ergens die term microservices gevallen. En ik weet niet precies waar die vandaan komt, maar niemand wist nog hoe je dat moest doen. En ik zat daar en ik zei tegen de directeur van die verzekeringsmaatschappij, ik zei nee, we moeten een microservice architectuur bouwen. En dus keek hij me aan en hij zei, nou, ga maar doen dan. En hij zei, ja, geen idee, we beginnen wel gewoon ergens en we zien wel waar we uitkomen. De reden waarom hij dit wilde doen, is omdat hij een enorme hoop on-premise legacy had. En een enorme hoop, dan heb je het over miljoenen regels code. Om precies te zijn, ze hadden een mainframe in de kelder, echt waar. En op dat mainframe draaiden 18 miljoen regels COBOL code. Laat mij even op je inzinken, 18 miljoen regels. Maar even nadenken, hoe groot is je huidige codebase? Hè? Wat is de grootste codebase waar je aan werkt op dit moment? Hoeveel regels code?
1 miljoen? 4 miljoen. Nou, dat is heel behoorlijk. Vind ik best fors. Dus dat vind ik overigens best schrikbarend fors hoor. Maar het hangt er vanaf met hoeveel mensen je daar aan werkt. Hè? Als dat met 3 man is, is het goed. Als het met 200 man is, is het niet goed. Dan ga je de mist in, zeg maar. Dus ik hoop niet dat dat zo is, maar... 2 man. Huh? 2 man. Zo, dat is cool. Mag ik bij jullie komen werken? Maar nee, grapje. Hij dus 18 miljoen regels COBOL-code. En dan had hij ook nog 12 miljoen regels Java-code. Nou, dat is ongeveer net zoiets. En dat is ook gewoon veel. En ja, het probleem daarbij was, is dat zijn developers, die schreven in dit soort talen dus. Dit is, laat dit ook maar even op je inwerken, dit is COBOL. En dit is niet alleen COBOL. Ja, COBOL is op zich niet zo bar veel mis mee. Hè. Weet je hoe oud COBOL is? Heb je een idee? Ouder dan ik, even voor duidelijkheid. Huh? Ja. Ja, fout. 1956. Bedacht door een vrouw. Grace Hopper. Haar foto hangt bij mij in de wc. Echt waar. Dus ik heb foto's van al mijn helden op de wc hangen. En Grace Hopper hangt daartussen. En dit is dus best al lang. Overigens, als je kijkt naar COBOL. 220 miljard regels code in productie in COBOL in de wereld. Er is geen enkele taal by far die zoveel code in productie heeft. Als je denkt dat C-sharp een belangrijke taal is, echt niet. Gewoon niet. Gewoon. Dus er zijn maar 2 belangrijke talen. Dat zijn C en COBOL. Klaar. De rest is niet relevant. Dus echt zo, ja, zeg zo hè. En, nou ja, het vervelende van die code is dat niemand het kan lezen. Ja, het is heel simpel om te lezen, maar niemand weet wat het betekent. En daarbij hebben ze ook nog beperkte ruimte voor variabelnamen. Dus die hebben ze allemaal ingekort. Waardoor helemaal niemand meer weet wat het betekent. En dan nog vervelender is, alles is in het Nederlands. Dus je denkt, weet je wat, om van die boel af te komen, flikkeren we een heleboel over de oceaan naar India of naar Pakistan of weet ik veel waar allemaal. Brazilië, roep het maar, Marokko enzovoort. Dat gaat niet werken. Ja, Marokko misschien wel, maar de rest van de landen, vergeet het maar. Ik was ooit in Finland, in Helsinki, bij een overheidsinstelling. Die hadden al hun code naar India verhuisd. Maar al die code was in Fins. Dat is nog erger overigens, hè, want Fins, daar kan je gewoon echt niet lezen. Ik heb het niet verstaan. Maar in Nederlands code, COBOL met afkorting, ja, daar kom je niet meer vanaf. En daarbij, het bijkomend probleem is dat hun developers, die werden langzaam ouder. En die mensen waren allemaal begin 60 en die gingen met pensioen. En dan zit je mooi in de maag met 18 miljoen code. Dus daar moesten ze vanaf. En dat zijn we gaan doen. En het enige wat ik kon bedenken op dat moment was dat ik zei van ja, weet je, ik weet het ook niet. Ik roep dat dan wel met mijn grote mond, maar hoe dat dan precies moet, geen idee gewoon. We wisten niet waar we moesten beginnen. Maar het enige wat we wel wisten is, er is maar één ding wat je kan doen als je het niet weet, is ga het maar gewoon doen. En dan zie je wel wat je ervan leert. En dan moet je dus kleine stapjes nemen. Ik kan een hele verhandeling houden over Kneffen Framework, maar ga ik niet doen. En het enige wat we konden doen is, ga het maar doen. En dan zien we wel. Dus we gingen aan de slag en we gingen eens een boek lezen. Het computerboek van Griet Titelaar. Echt, stond daar in de kast overigens. Hè? Dat stond overigens in de kast naast mijn UML-boek. Met je, ja, hoe oud ben ik nou eigenlijk? Maar goed. En toen zijn we maar gaan beginnen. En we zijn begonnen bij heel kleine dingen doen. En het leuke is, als ik nou kijk naar waar ik nu sta. Nu zijn we 6 jaar verder. Ik heb, in die tijd heb ik een aantal bedrijven van 0 naar een volledig microservice-platform geholpen. En het grappige is, ik ben dat nu weer aan het doen bij een bedrijf dat heet Qwi. En... wat ik ontdekte is eigenlijk dat de stapjes die ik daarin neem, los van op welke stack ik dat nou precies doe, eigenlijk zijn die stapjes steeds hetzelfde. En dat maakt het heel interessant. Dus wat ik gedaan heb nu, bij de 4e keer dat ik dit aan het doen ben, is gekeken van joh, al die stapjes kom ik nu weer tegen. Al die microbeslissingjes moet ik nu weer nemen over waar doe ik wat en waarom doe ik dingen zoals ik ze doe. En het leuke is, die zijn alle tijd hetzelfde. Dus ik kon van tevoren voorspellen, en we zijn nu pas 3-4 maanden bezig hoor, maar ik kon van tevoren voorspellen welke dingen we allemaal tegenaan gingen lopen en in welke volgorde. Daarmee kon ik niet zeggen hoe we die beslissingen gingen uitvallen, want de stack is anders. En de mensen zijn anders, de cultuur is anders, de legacy is anders. En dus moest ik gaan kijken, hoe ga ik nou die beslissingen allemaal weer nemen? En ik was 2 jaar geleden al begonnen met het schrijven van een boek daarover. Daar heb ik halverwege stopgezet. En dat is ook logisch, want inmiddels zijn mijn gedachten weer veel verder dan dat. En dus moet ik weer opnieuw gaan kijken van, ja, maar hoe denk ik er nu eigenlijk over? En dat is het leuke van dit vak natuurlijk. Hè. Alles wat ik je nu sta te vertellen is over een half jaar is weer, nou ja, outdated. In ieder geval aan verandering onderhevig, laten we het maar even netjes zeggen. Maar ja, wie ben ik voor de mensen die mij niet kennen? Ik ben Sander en ik ben vader van 3 kinderen. Dat is al ingewikkeld genoeg, kan ik je vertellen.
En dan hoef je de rest er nog niet bij te doen. Dat is buitengewoon interessant. Ik heb twee kinderen die studeren. Ik heb één die is tegenwoordig die zit op het conservatorium sinds een paar maanden. En gisteren had hij zijn eerste cijfer terug. Had hij een 10. Voor muziekgeschiedenis. En denk ik, oh ja, dat heb ik hem bijgebracht. Vet. En ik spreek wel eens ergens, ik schrijf wel eens wat. En ik reis een beetje. Ik heb net gisteren kreeg ik een uitnodiging om naar Pakistan te komen. En oh, vet, ga ik doen. Dus ik ga ergens in maart een paar dagen naar Pakistan. Geen idee of het leuk is, zien we dan wel. En daarnaast ben ik freelancer. En ja, ik doe CTO-achtige rollen. Ik coach wel eens mensen en ik ben softwarearchitect. Maar ik ben eigenlijk, in mijn hart ben ik altijd programmeur en altijd programmeur gebleven. En dat zal ik ook altijd blijven. Ik schrijf code sinds veel te lang, sinds mijn 14e, 15e. Ik ben 52. Ik verdiende er voor het eerst geld mee toen ik 19 was. Dus 19 waren we. Dat is echt lang geleden, man. En dat is dus 33 jaar al, weet je, dat ik het geld verdien met het schrijven van code. Hoe mooi kan het zijn in de wereld? En op dit moment ben ik chief architect bij Qubi. Ik zal zo wat vertellen over Qubi. Ik ben chief architect, want ze hebben geen CTO en die willen ze ook niet. Want dan vinden ze, een CTO vinden ze dat hij in de board moet zitten. Nou wil ik helemaal niet in de board zitten, want ik wil gewoon lekker programmeren. Maar dus hebben ze geen CTO, dus zei ik nou, doe maar chief architect. Daarvoor was ik CTO bij die verzekeringsmaatschappij. Overigens die verzekeringsmaatschappij, in november vorig jaar, hebben ze het mainframe uitgezet. Alle code die op het mainframe draaide, al die 30 miljoen regels code, is weg. Na 4,5 jaar, hè, even voor duidelijkheid. Ik bedoel, dit is niet een traject dat je zegt, van, ah, gaan we doen, morgen klaar. Helaas. Dat gaat heel veel tijd in zitten. Daarvoor werkte ik voor een klein bedrijf, heet Capgemini. Daar hebben jullie vast wel eens van gehoord. En ik was daar Global Agile Thought Leader. Wat basically zoveel betekent als van, als er ergens in de wereld een probleem is met een project, wat iets met Agile te doen heeft, vlieg er maar heen, ga maar kijken wat ze aan het doen zijn. En dat was erg leuk. Dit is mijn website, mijn Twitter-account en alle andere ellende. En dat was de introductie eigenlijk. Qubi. Oh ja, moet ik wat over Qubi vertellen, want ik heb niet voor niks een mooi Qubi-t-shirt aangetrokken vandaag. Het is het nieuwe logo, het is anders dan het huidige logo. Qubi, dan denk je, wat is Qubi dan? Qubi is een, basically een IoT-bedrijfje. En wat ze doen, ze maken dit ding. Dat heet de Tone. En Tone is een smart thermostaat. Dat doen ze al heel lang. Denk je, is dat nou bijzonder, een smart thermostaat? Nu niet meer. Toen wel. Toen was Tone gewoon heel bijzonder, zeg maar. En dus zij hebben een enorm landschap met van alles en nog wat daarin zitten. Ik zal er wel wat van laten zien. En dat levert een enorme uitdaging op dit moment. En ik probeer ze iets verder te helpen met die uitdagingen. Eigenlijk hebben ze twee uitdagingen. De eerste uitdaging is disruption. Hè, wat ik al zei net is, het is nu niet meer zo heel bijzonder als je een smart thermostaat hebt. Dat heeft iedereen tegenwoordig. Kijk maar, dit is de Tone. Voor mensen die bij Eneco hun energie vandaan halen, die kunnen zo'n ding in huis hebben. Het is best een grappig apparaat. Ik heb er ook één thuis, in de kast liggen. En ja, ik heb hem niet nodig, maar mijn energiepatroon is zo onvoorstelbaar, voorspelbaar, daar kan hij toch niks mee. En wat we hiermee doen met die Tone is, we verzamelen data die er vanaf komt van alle gebruikers die er zijn. Dat zijn er zo'n klein 500.000 in Europa. En daardoor kunnen we allerlei leuke patronen herkennen. En er zit allerlei AI overheen, bijvoorbeeld dat we kunnen herkennen wanneer je boiler stuk gaat. Of hoe inefficiënt je wasmachine aanzet en dat soort ellende. En daar kunnen ze hele grappige dingen mee halen. Op dit moment zijn ze bijvoorbeeld bezig om te kijken naar je energieverbruik. Ze kunnen bijvoorbeeld zien aan de hand van je energieverbruik of je thuis bent of niet. Nou, dat is handig, dan weet ik wanneer ik moet inbreken. Dat mag natuurlijk niet, hè, maar van de politie. Ze kunnen daardoor ook je patroon herkennen in je energieverbruik. En je daar advies over geven, zodat je efficiënter omgaat met energie. Nou, dat is natuurlijk wel het doel. En dat is best leuk. Alleen ja, er zijn al. Nou vallen we weg. Ja, hoe weet je dat hij weer terugkomt? Hè? Weet je wel hoe onzeker ik hiervan word? Maar inmiddels zijn er meer bedrijven die dit doen. Hè? Je kunt de Google Nest kopen. Mooi dingetje wel. En dan koop je er een Google Hub bij voor €129 met een Google Mini. En dan kun je tegen je huis zeggen: doe de licht aan. Werkt echt. En ik heb hem niet, mijn vriend van mij heeft hem. En ja, dat is één zo'n concurrent. En nu zijn we weer weg. En we zijn weer terug. En een andere grote concurrent is IKEA. Als je nu naar de IKEA gaat, hier vlakbij, dan is er een enorme afdeling met allemaal van dit soort meuk. Ik heb het laatst ook gedaan, een paar van die dingetjes gehad, kijken of ze kon aansluiten. Zelfs ik kan het, even voor duidelijkheid. En het stelt helemaal geen beat voor. En dan gaan de lampen in mijn keuken gaan automatisch aan en uit. Vet man. Maar IKEA, let even op wat IKEA gaat doen. IKEA gaat zich heel erg hard bemoeien met de slimme energiemarkt. Want dat gaat in de markt natuurlijk, hè. Daar springen we allemaal in op dit moment. Maar dat doen we meer. Kijk, bij de Action kun je het ook halen. Het is leuk als ik dit in het buitenland vertel, moet ik uitleggen wat de Action is. Die hebben smart movement sensors, smart
sirenes, ik weet niet waarom, maar smart stekkers, altijd handig natuurlijk. En smart lampen en ze hebben zelfs smart wc-papier. Geen idee wat het doet, maar ze hebben het in ieder geval. En je ziet dus dat eigenlijk iedereen wel die markt instroomt. Bijvoorbeeld Repsol is een benzinemaatschappij, petroleummaatschappij. Die hebben in Spanje al een energiemaatschappij opgekocht. Je kunt nu je energie bij een benzinemaatschappij vandaan halen. Waarom? Ja, die moeten ook verder, weet je. En Shell heeft geprobeerd Eneco te kopen. Dat is niet gelukt. Eneco is inmiddels verkocht aan, ze staan er niet eens op, aan Mitsubishi. Ja, kan. Dus wij zijn inmiddels Japans. Want QB is een onderdeel van Eneco, zelfstandig onderdeel. Maar iedereen bemoeit zich in die markt. Iedereen komt die markt in. En het lastige is dus dat je kunt eigenlijk niet voorspellen waar dat heen gaat. En je zou eigenlijk moeten zeggen, QB, wij leven in een wereld waarbij iedereen, of eigenlijk wij allemaal leven in een wereld waarbij iedereen, iedere markt in kan komen. Op ieder moment, waar vandaan dan ook. Of je nou groot bent of klein bent. Dat geldt voor de finance markt, voor de reismarkt, voor de taximarkt, maar dus ook voor de smart energy markt. En dan is QB een relatief klein bedrijf. En dat maakt het heel lastig. Want dat betekent, het enige wat je dat kunt doen, is zorgen dat je heel snel kunt manoeuvreren. Heel snel meer features kunt toevoegen dan de rest kan. En als je maar een klein bedrijfje bent en je moet opborstelen tegen de Amazons en de Googles en de IKEA's van deze wereld, dat is best lastig. En die markt zit erin. En ten tweede, wat we ook nog hebben, is legacy. Weet iemand wat dit voor gebouw is? Dit is een van mijn favoriete gebouwen in de wereld. Hè? Ja, het is Pantheon in Rome. Fantastisch gebouw. Als je in Rome bent, dan moet je hierheen, zeg maar. En overdag, want anders 's avonds mag je er niet in. Maar dit is 2000 jaar oud, dit ding. Het is gebouwd door Marcus Agrippa en het heeft muren van 6 meter dik en een koepeloverspanning, dat gebeurt wel heel vaak zo, dus ik doe maar een beetje zo. Een koepeloverspanning van 42 meter, waarmee het nog steeds de grootste onondersteunde betonnen koepel is in de wereld. Dat gaat onze code niet halen. Hè? Dus onze code gaat niet zo oud worden, gaat geen 2000 jaar worden. Als je code 10 jaar meegaat, moet je blij zijn. Overigens, als je code geen 10 jaar meegaat, dan moet je je afvragen wat je gedaan hebt. Even voor duidelijkheid, hè. Legacy is niet zomaar code. Legacy is succesvolle code. Want het staat in productie. Dus het doet ergens toe, zeg maar. Het is niet alleen maar oude meuk. Het is wel oude meuk die het doet. En kom daar nou maar eens vanaf. Nou, wij hebben bij QB ook wat legacy. Kijk, dat ziet er zo uit. Het probleem met legacy is, je standaardisatie gaat eruit. Want die code wordt ouder en ouder en wordt steeds moeilijker om op dezelfde stack te blijven werken. De architectuur groeit alle kanten op. Zeker als je met volledig autonome teams werkt, waar ik overigens groot voorstander van ben. Weliswaar binnen enige kaders. Ja, alles komt maar dat landschap in, weet je wel. Iemand verzint wat, ziet iets op een conferentie, hoort iets. En denkt, gaan we ook doen. Gaan we even kijken hoe dat werkt. Nou, voor dit weet je het vast in je landschap. Kom je er nooit meer vanaf. Kennen jullie allemaal natuurlijk. Dat soort problematiek. En dan gaat die technologie, die vliegt echt serieus alle kanten op. We hebben bij QB te maken met embedded software. Dat is een leuk spul. Dan hebben we te maken met mobile applicaties die we bouwen. Dan hebben we te maken met webfrontends die we bouwen. En dan hebben we te maken met een hele bak aan services in de achterkant. En de totale codebase bij QB, we hebben het laatst toevallig van de week geteld, zit ongeveer op 54 miljoen regels code. Daar schrok ik ook van. Dan moet je wel bij bedenken dat omdat het embedded software is, dat ook daar Linux kernel daarbij zit. Want ja, die draait nou eenmaal onder die toon, zeg maar. Dus die hebben we dan weer niet zelf geschreven, maar alsnog blijft er genoeg code over. En dat is lastig. En onze stack ziet er op dit moment zo uit. Ik heb een navraag gedaan bij de developers bij QB. Ik zei van ja, laten we eens even kijken wat je nou gedaan hebt. En wat we allemaal hebben. Dus pleur maar eens op een Confluence pagina. Ik kan hem nu al niet meer vinden, maar dat hoort zo bij Confluence. En zet maar eens neer wat wij allemaal gebruiken in het pand. En dan moet je eens voorstellen, wij zitten hier dus mee te werken met ongeveer 40 techneuten. 40, 50 pak een beet. Waarvan ook nog eens ongeveer 1/3 extern is. Waaronder ik. Het is niet fijn dit, zeg maar. Wat dit doet, is het zorgt ervoor dat je eigenlijk in een soort drijfzand probeert vooruit te komen. Dus alles wat je doet, weerhoudt je om verder te gaan. En dus hebben we gezegd, we moeten een andere kant op. We moeten iets verzinnen waarmee we en veel sneller kunnen bewegen in de markt. Dus we moeten in staat zijn om snel dingen eruit te duwen naar productie. En we moeten in staat zijn om deze hele soep langzaam, stukje bij beetje, brokkeltje voor brokkeltje af te breken en te vervangen door iets wat op dit moment wel gestroomlijnd is. En wat er tegen kan als je iets met nieuwere technologie wil doen. Ja, het is een best serieuze uitdaging. En dan kom je ongeveer uit op, laten we maar eens iets met microservices gaan doen. En dan is iemand die zegt, ja, microservices, ja, wat doe je dan? Ik zeg, ja, maar dat weet ik inmiddels, want dat heb ik nu een paar keer gedaan. Dus wat we gedaan hebben, is we hebben gezegd, we gaan een heel nieuw platform maken. En dat is mijn allereerste tip.
als je iets nieuws gaat beginnen, geef het een opvallende naam. Ik weet zeker dat jullie allemaal zitten af te vragen waarom er een plaatje van Fiona en Schrek op deze slide staat, toch? Nou, daar komt het dat platform Fiona heet. Daarom staat het op de slide. En waarom heet dat platform Fiona? Ik heb geen idee. Ik was erbij toen we het bedachten, maar waarom het ook alweer was, geen idee. Maar het leuke is, inmiddels zijn we 4-5 maanden verder. We zijn half augustus een beetje begonnen, dus reken maar uit. En iedereen doet van, oh, dat hoeven we niet meer te doen, want dat lossen ze bij Fiona wel op. Geen idee of het zo is, hè, maar dat roepen ze allemaal in het pand nu. En dat betekent dat de druk zeg maar, nu langzaamaan begint toe te nemen. Maar het hebben van een fatsoenlijke naam voor wat je gaat doen, is beter dan zeggen, dat microservice initiatief, die gaan dat wel doen. Het is niet handig. Dus je moet het een naam geven. Als je geld hebt, kun je t-shirts laten maken. Dat is ook wel heel handig. Werkt ook altijd erg goed. Maar begin bij een naam. En het eerste wat we gedaan hebben, is gezegd van, wat willen we nu bereiken eigenlijk met het platform? En ik ben een deck gaan maken, die heb ik aan de board gepresenteerd. En daar komt deze slide ook uit. En dit is eigenlijk wat we gezegd hebben. En je moet een doel hebben. Als je geen doel hebt, heb je geen richting. En als je geen richting hebt, dan vlieg je alle kanten. Dus we hebben vrij concreet neergezet wat we wilden bereiken door een nieuw platform neer te zetten. En vandaar zijn we verder gegaan. En dit zijn natuurlijk termen waarbij je, daar kun je nog wel mensen in een board mee overtuigen. Terecht ook overigens. Ze hebben gezegd, we willen een heel nieuw landschap neerzetten. Ver weg van alle andere landschappen die we nu hebben. En zo kwamen we denk ik op de naam, Kingdom Far Far Away. En hebben gezegd, we maken dat op basis van een nieuwe architectuur. En daaronder liggen alle ideeën rondom microservices. En dat kon, want dat wist ik inmiddels ook dat moest doen. Het ding is multi-tenant. Weet je wat multi-tenant is? Sommige mensen hebben er nooit mee te maken gehad. Andere mensen die denken, dat is heel vervelend. Multi-tenant betekent in het geval van QWI en in het geval van heel veel bedrijven, dat de mensen die gebruik maken van jouw software niet je klanten zijn. Maar het zijn de klanten van je klanten bijvoorbeeld. Als jij in de energiemarkt, wij werken voor een aantal energiebedrijven. In Nederland is dat Eneco, in België is dat Engie, in Spanje is dat Repsol, in Duitsland is dat Tuga. Ik had er ook nog nooit van gehoord. En zij hebben klanten. En die klanten maken gebruik van onze software. Maar dat zijn dus niet onze klanten. En dat betekent dat ons platform er tegen moet kunnen dat er klanten op staan van een bedrijf in Spanje en klanten op staan van een bedrijf in Nederland en eentje in België en in Duitsland en in Engeland en straks in Zwitserland. En dat bijvoorbeeld. En dat betekent dat je die dingen niet door elkaar heen kunt gooien. Hiervoor werkte ik voor een bedrijf wat in de verzekeringsmarkt werkt. En in de verzekeringsmarkt heb je service providers. Heet allerlei tussenpersoontjes. Overal in ieder dorp zit nog wel een oude tussenpersoon met 4 mensen. En die zijn tegenwoordig allemaal aangesloten bij service providers. Die bijvoorbeeld de boekhouding doen voor zo'n tussenpersoon. En die service providers waren onze klanten. Dus daar hadden we ook weer te maken. Niet alleen met multi-tenant, maar met multi-multi-tenant met eindklanten. Wordt het allemaal net even iets ingewikkelder van. Dus dat moesten we ook oplossen. Want het huidige landschap is dat niet. Met het gevolg dat we 2 verschillende omgevingen hebben draaien op AWS in de cloud voor ieder van die tenants. Voor ieder van onze klanten. En dat is ontzettend duur. We hebben er nu 10 draaien. En de Amazon-kosten zijn vrij hoog, kan ik je vertellen, voor een partij van onze grootte. En die moet omlaag. Dus we moeten toe naar 1 omgeving, of in het geval van Fiona 3. Want ik wil een development, een acceptatie en een productieomgeving. Die hebben we inmiddels ook, sinds van de week. En alle anderen moeten weg. Dus ik ga ons 7 omgevingen besparen. Dat alleen al is de moeite van het investeren in zo'n project waard. Als dat lukt. Dat is natuurlijk niet makkelijk. Dus dat was een van de doelstellingen die we hadden ook. En ik wil alles standaardiseren. En dat klinkt heel saai, dat is het ook. Maar ik wil af van dat iedereen zelf maar gaat bedenken hoe die bouwt, wat die bouwt, met welke frameworks die bouwt. Niet dat ik dat helemaal per definitie wil voorschrijven, maar dat zijn de leuke dingen van microservices, dat het niet helemaal hoeft. Maar je moet daar wel een zekere standaardisatie noemen. Anders blijf je alle kanten uitvliegen. En een allerbelangrijk punt is, je moet alles automatiseren. Als je naar microservices gaat, dan kom je er niet aan dat je alles automatiseert. Feitelijk, het moment dat ik mijn code incheck, met uiteraard de goed geschreven unit tests en de goed gegeven alle andere tests die ik heb, daarna zit ik er niet meer aan met mijn vingers. Ik wil zelfs zover gaan dat onze operations mensen voor de acceptatie en productieomgeving geen accounts meer hebben. Want als ze er met hun vingers aan gaan zitten, dat gaat nooit goed. Dan gaat het nu ook niet. Dus ik wil helemaal niet dat daar iemand met zijn vingers aan zit. Dat moet vol automatisch gaan. Het neerzetten van een nieuwe omgeving in de cloud, ik zal je zo laten zien wat onze stack is, moet vol automatisch gaan. Dus we hebben daar een script voor geschreven, een Terraform. Ik niet, want dat kan ik niet. Maar ik heb een gast in mijn team, die heeft dat gedaan, Jeroen. En Jeroen heeft een script geschreven
om met Terraform complete environment neer te zetten, compleet draaiende infrastructuur. En het is nog erger, dat ding hangt weer in een pipeline, in een Jenkins pipeline, waardoor als ik op de knop druk van die pipeline, dan gaat hij eerst de complete development environment opnieuw bouwen, dan bouwt hij de complete nieuwe acceptatieomgeving op en dan bouwt hij opnieuw de productieomgeving op. Volautomatisch. En dan kun je gewoon naar gaan zitten kijken. Duurt ongeveer een kwartier. Dus kun je even koffie halen of zo, of een Excel spreadsheetje uren invullen of zoiets, zinloos. Of een Confluence pagina proberen te vinden. Daar heb je meer voor nodig dan een kwartier, maar... En that's it. En dat moet allemaal automatisch. En daarna, of tegelijkertijd, wil ik die huidige stack compleet prunen. Ik wil alles eruit snijden wat ik kan vervangen. En dan moet je beginnen bij wat low hanging fruit. En dan langzaam steeds meer van die stukjes omhangen naar het nieuwe platform. En dat is een hele lastige. Daar zijn we nu bijna aan beland. En nogmaals, hè, wat je dan moet doen is, je moet het doen. Test bij QB. Inmiddels staan die tafels, die zijn inmiddels verhuisd naar de andere kant van deze muur. Want hier zijn nu allerlei bureaus gekomen. We zijn aan het verhuizen op dit moment. Het is wel grappig, bij QB hebben ze iedere week een lunch and learn. Dus iedere donderdagmiddag vertelt er iemand wat, of er komt iemand wat vertellen. Of ze kijken naar video's van Bob Martin. Oké. En dan zitten ze dan iedereen bij elkaar gezellig te lunchen. Het is wel leuk bedrijf. Dus dat. Nou, en wat moet je doen? Er is maar één ding wat je kunt doen. En dat is stap voor stap je eigen weg zien te vinden. Bij Klaverblad, bij die verzekeraar, hadden we geen idee wat we moesten gaan doen. Dus we zijn ergens begonnen. En wat ik zie, als ik naar bedrijven kijk die microservices gaan doen, die beginnen allemaal verkeerd om. Nou, bijna allemaal. Dus zullen best wel zijn die het goed doen. Hè? Want stel dat je die nou ook genoemd en je vindt dat het goed doet, dan wil natuurlijk ook niemand beledigen. Het is nog geen 3 uur, dus dat hoeft nog niet. Wat ik heel veel zie is dat mensen die beginnen met na te denken over de infrastructuur. En over schaalbaarheid. En al dat soort ellende. En de meeste bedrijven, organisaties, hebben helemaal geen probleem met infrastructuur en schaalbaarheid. Zeker schaalbaarheid niet. Dat is altijd het probleem wat mensen... Iedereen gaat schaalbaarheidsproblemen oplossen. Ja, wat heb je nou voor schaalbaarheidsprobleem? Ja, dan moeten 10.000 mensen per uur inloggen. Zo. Vette shit. We gingen bij Klaverblad, hadden we de eerste service, als onze account service. Gingen we proberen in te loggen. En dat ding was gewoon een stukje Java, wat draaide op een, JBoss. Gewoon onder iemands bureau, op een Linux-machientje. En we gingen dat ding tackelen en daar konden 68.000 mensen per minuut inloggen. En toen was het nou, schaalbaarheidsprobleem opgelost. Check, done. Dan hoefden we niks meer te doen. Ja, alleen als die omdonderde, dan moest hij vanzelf weer opkomen. Maar verder hadden we geen schaalbaarheidsproblemen. En heel veel bedrijven hebben dat niet. Kijk, QB heeft dat overigens wel. Dan denk je, ja, jullie natuurlijk weer wel. Nou kijk, ik zal je een simpel voorbeeld geven. Op die toon kun je zien wat de buitentemperatuur is waar jij woont. Dat haalt hij ieder kwartier op. Er zijn 500.000 devices die dat doen. Dat resulteert in iets van 2 miljoen calls per uur. Oftewel, het zijn er geloof ik 200 miljoen. 200 miljard, dat weet ik niet meer. Nou, heel veel in ieder geval per maand. Die overigens allemaal betaald zijn, hè, dus dat kost bakken met geld. En dan heb je een schaalbaarheidsprobleem. Of het energieverbruik van de toon stuurt hij iedere 10 seconden door. Naar een platform in de cloud over een VPN-tunnel. QB heeft ook het grootste VPN-netwerk in Europa. Er gaan 2 miljoen devices aan of zoiets. En dat doet hij iedere 10 seconden. En dat doen ze allemaal. Alle 500.000 van die apparaten doen dat iedere 10 seconden. Kijk, dan wordt schaalbaarheid weer anders. Oké, we zijn natuurlijk geen Netflix, hè, en we zijn geen Amazon. Maar dit is voor ons wel een interessante uitdaging. Dus dan is de vraag, wat heb je nou geleerd? Nou, ik zou proberen een lijstje te laten zien wat we dan geleerd hebben. En ongeveer dit. Dit is eigenlijk de inhoudsopgave van mijn One Day Microservices course. Maar hier staan allerlei van die dingen in waarvan ik zeg, ja, daar moet je ter degen rekening mee houden. Te beginnen met na te denken over het nemen van maar hele kleine stapjes. Echt, echt hele kleine stapjes. Ik heb mijn heel klein team, uiteraard, geleerd om niet verder te denken dan wat we vandaag gaan oplossen. Punt. That's it. En morgen niet, maar maandag kijken we weer verder. Wat is het volgende probleempje we gaan oplossen? We gaan niet zeggen van, ja, maar over een half jaar moeten we misschien dit of dat. Dat weten we helemaal niet. Dat weet niemand in dit vak. Het vak verandert veel te snel. Ja, dus ik kan wel oplossen wat ik vandaag ging oplossen. Waar ben ik vanochtend aan begonnen? Ik vond een heel mooi nieuw UI-framework. En we gebruiken nu React Bootstrap. En ik ben nu React Bootstrap aan het uitschrijven. Waarom? Nou, omdat het kan. Er was geen enkele goede reden voor. Maar gewoon omdat het leuk is. Dan krijg je heel veel meer dingen uit de doos dan we in React Bootstrap hebben. Notificaties die over je scherm donderen en zo. Hebben we niet nodig, maar ach.
En mijn team is nu zover dat als ik zoiets bedenk, dan zeggen ze soms tegen mij, en welk probleem lost dat vandaag nou eigenlijk op? En dan denk ik, oh ja, wacht even, we hadden andere problemen die we moesten oplossen die belangrijker waren. Wat hebben we vandaag nog meer? Oh ja, onze login-applicatie, of de account-component viel om gisteren. Iemand had een wijziging gemaakt ergens in een library. En gisteravond kwamen we tot de ontdekking dat de account-component omdonderde. Dan konden we niet meer inloggen. Dat is best vervelend, zeg maar. Dus die hebben we vanochtend gerepareerd. Nou, dat soort dingen. Dat zijn de problemen van alle dag. En je moet dus maar één probleem per dag proberen op te lossen. Maar je moet wel zorgen dat je een soort richting hebt. Dus dat je weet waar je heen gaat. En dat moet niet in beton. En dat moet niet in een hoge mate van detail. Maar als je ongeveer weet waar je uit wil komen. Dat is best fijn. Dus wat ik doe, ik vertel iedere 3 maanden aan de board en aan de portfolio board, hebben ze ook bij QE, wat ik denk dat we de komende 3 maanden ongeveer gaan doen. In hele hoofdlijnen. En dan zit die portfolio board zo naar te krikken en zegt, ah ja, klinkt goed, ga maar doen. Ja, dan ga ik weer verder. Met mijn team van 3 man en ik zelf. En niemand van die 4 mensen is er overigens volledig aan geassigneerd, hè, maar we doen dit allemaal zeg maar, onder de radar. Iedereen weet het hoor, maar we spenderen er officieel niet eens tijd. En dan moet je gaan nadenken over wat zijn nou je guiding principles. Afhankelijk van welk doel je wil bereiken, kom je uit op andere principes die je wilt huldigen. Ik zal je zo die van Fiona laten zien. En wat ik altijd doe, ik maak een model van mijn landschap. Gebruik ik een techniek voor, die is al eeuwenoud, die heet Smart Use Cases. Die werkt grappig genoeg nog steeds. En dan moet je nadenken over hoe zit nou de softwarestructuur van je landschap in elkaar. En welke patronen gebruik je daar dan bij. En bijvoorbeeld ga je ook je applicaties bouwen als microservices. Dat doen wij inmiddels. En nadenken over iets als de single responsibility principle. Wat jullie allemaal zo moeten kunnen oplepelen. En alles nadenken over wat is nou, wat doet zo'n microservice nou? Wat maakt een microservice nou een microservice? En ik vind dat een microservice is als die een deel van je totale domein, als die daarover gaat, als die daar verantwoordelijk voor is. En dan moet je dus nadenken over patronen als bounded context en aggregates. Dat zal ik ze wel wat laten zien. En je moet nadenken over hoe ga ik om met immutability van mijn domeinobjecten. Dat vind ik belangrijk. Maar dat hoeft niet per se, maar ik doe dat. En ik vind dat iedere microservice verantwoordelijk is voor zijn eigen data. Ik had toevallig gisteren nog een gesprek over, mijn vriendin werkt ook in de IT. En die zei, ja, wij gaan nu toe naar het oppakken van onze database in kleine stukjes. Database van een bank, ze werkt voor een bank. Althans, hun klant is een bank. En die gaan ze opnieuw bouwen. En dan gaan ze die data in hele kleine stukjes hakken. Dan zeg je, maar wat is daar dan anders aan? Want dat betoog ik ook al jaren. Dat staat hier op de slide. Dan zeg je, ja, maar nu doen we het ook in BI. Oké, vet. Doen. Maar services zijn eigenaar van hun eigen data. En dan moet je nadenken over API design. API design is veel minder makkelijk dan je denkt. En er zitten allerlei haken en ogen aan. En iedere keer als ik in mijn eendaagse training een quiz doe over wat zijn de statuscodes die je retourneert als je deze call doet. En wat komt er terug en hoe komt het terug. En dan krijg ik iedere keer andere antwoorden. Mensen gewoon die bij één bedrijf werken, die niet met elkaar eens zijn. Of het nou een 200 of een 404 is en of er nou één object terugkomt of een lijst of wat je er dan ook maar mee kunt doen. Dus iedereen heeft daar andere mening over. Er is geen standaard voor. Restful kun je zeggen, ja we zijn restful, maar dat betekent helemaal niks gewoon. En dat is best lastig. En dan moet je nadenken over hoe je gaat interfacen met andere services. En je moet ook nadenken over hoe je je organisatie inricht. Niet alle organisaties zijn ingericht om heel snel hele kleine dingetjes te kunnen opleveren. Dat betekent een enorme verandering in de manier waarop je omgaat met de business. En de manier waarop je omgaat met je klanten. Daar moet je ook over nadenken. En je moet vanaf dag 1 beginnen met testen. Let ook vanaf de eerste minuut. En al je tests moeten geautomatiseerd zijn. Dus al je tests zijn code. Mensen die nog aankomen met een spreadsheetje en dat gaat van, dan drukken we hier het knopje en dan komt er dat uit. Die moet je naar huis sturen. Nou, althans, die moet je leren dat ze tests kunnen schrijven in code. Dat zeggen we netjes. En mijn vorige opdrachtgever hebben we dat gedaan. Die mensen hebben een boek gegeven, dat heet Java voor testers. Bestaat echt. Er zal ook wel een C-sharp voor testers zijn, gok ik. Of een JavaScript voor testers. Dat zal wel 2 keer zo dik zijn. Dat is veel moeilijker. En Java voor testers zijn ze Java gaan leren. Basisprincipes over OO en Cucumber en Gherkin en al die dingen. En gewoon stukjes Java code maken. En uiteindelijk gingen zij de test schrijven in Java. Niet alle testers doen dat. Niet alle testers willen dat. Niet alle testers kunnen dat. Ik sprak een paar weken terug op een testconferentie. Deed ik de closing keynote. Daar heb ik die mensen ook nogmaals uitgelegd dat ze moeten leren programmeren. Maar er liepen een paar mensen boos weg. Na afloop hoor. Maar en je moet nadenken over security. En je moet nadenken over dat je al die dingen independent van elkaar wil kunnen deployen. Dus je moet nadenken over je pipelines. Zeker als ik in de .NET-wereld is, dan dat is het idee van een pipeline.
dat kennen mensen nog maar net. He, dus in de Java-wereld doen ze dat 20 jaar, zeg maar. Niet dat ik zeg, je moet allemaal Java gaan doen, maar er zijn verschillen. En je moet het niet meer op je eigen infrastructuur willen deployen. Partijen die dat nog steeds willen, die snappen het nog steeds niet helemaal, zeg maar. Dat moet je gewoon niet willen. Sowieso moet je helemaal niks meer in commodities willen doen. Dus als je nu heel hard aan het nadenken bent over Docker en Kubernetes, hou er mee op. Leuk hoor, als je als techneut dat wil zien, maar even voor duidelijkheid, dat verdwijnt straks onder water en je ziet het nooit meer terug. Ik heb al jaren geen Docker-container meer van dichtbij gezien. Of ik weet helemaal niet hoe Kubernetes werkt. Gebruik dat? Ja, iedere dag. Weet ik hoe het werkt? Bup. Ik weet wat het doet. En dat is genoeg, want Amazon regelt voor mij de rest. Of Azure, whatever. Dat maakt niet uit. Als je dan toch gaat kiezen voor cloud-technologie, hou alles zo simpel mogelijk. Want binnen de kortste keren verlies je in van alles en nog wat ermee kan. En je hebt het niet nodig, ga ik je vertellen. Ik deploy alles naar Fargate op dit moment, AWS Fargate. Ik weet waar het staat. Ik kan naar een dashboardje kijken hoe vaak de calls gedaan worden. En that's it. Verder hoef ik er helemaal niks van af te weten. Dat wil ik ook niet. Ik snap het ook niet. Vind het ook niet interessant. Saai, vind ik dan. Maar dus daar moet je, commodities moet je niet over na willen denken. Nou, dat dus. Ik ga niet alles doen vandaag, want dan zit ik hier over 2 dagen nog. Ik ga wel wat code dingen laten zien. Dingen die op code gericht zijn en alle andere aspecten laat ik even tussenuit. En dan moet ik er wel bij zeggen, er zijn altijd mensen die zeggen van ja, maar je vertelt dit nou, maar bij ons gaat dat helemaal niet. En dan zeg ik altijd van ja, dat klopt, want ik kan alleen maar vertellen wat voor mij werkt. Maar dat wil niet zeggen dat het ook voor jullie werkt. Het kan best zijn dat jullie in een heel andere situatie zitten. Dat je zegt van ja, maar 80% van wat je vertelt, daar heb ik helemaal niks aan. Dat kan. Dat heb je wel eens. Nou, laten we eens beginnen met wat basiswaarden. Het eerste wat ik gedaan heb is bij Fiona heb ik gezegd, moet je luisteren, ik wil een aantal principes huldigen. En die principes staan bij ons hoog in het vaandel. En die hanteren we voortdurend. Dus bij alles wat we doen, alle beslissingen die we maken, nemen we deze 4 dingen, dat zijn de 4, nemen we in gedachten. 1 is, we willen zo licht mogelijk reizen. Dat betekent, we lossen maar 1 probleem tegelijk op. Dat betekent dus ook dat we alle andere problemen niet oplossen. Dat betekent niet dat we er niet een keertje over willen filosoferen waar we over een jaar zijn en waar de data allemaal is en weet ik het allemaal. Daar waren we toevallig deze week druk mee. Maar ik ga het niet vandaag oplossen, dus ik hoef er niet in detail over na te denken. Ik ga die tijd dus ook niet besteden. En alle tijd die je niet besteedt aan dingen die veel te ver weg liggen, helpt je om snelle dingen te realiseren. Maar focus is super belangrijk in dit vak. Dat weten jullie allemaal wel natuurlijk. Dus neem maar 1 beslissing, los maar 1 probleem op per dag. Dat is zat. Als je dat al kunt, vind ik het al knap eigenlijk. En dat betekent dat je problemen zo klein moet hebben, dat je ze ook aan het einde van de dag opgelost kunt hebben. En dat je iedere dag, of bijna iedere dag, naar huis gaat met het gevoel dat je denkt, ah, yes, ik ben weer een heel klein mini-stapje verder. In plaats van, oh, ik moet nog 40.000 dingen oplossen voordat we überhaupt iets kunnen deployen. Dat is helemaal niet leuk gewoon. Dat moet je niet meer doen. Wat we ook gezegd hebben is, we hebben zoveel technologie staan bij QB, dat we ervoor kiezen om een stack te nemen die los staat van al het andere wat we nu op dit moment al hebben. Dan denk je, hè? Maar dan kun je toch heel veel hergebruiken? En dat willen we net niet. Want over de jaren heen, en dat gebeurt overal, is de complexiteit van het landschap zo groot geworden, dat je niet meer iets eruit kunt trekken en zegt, oh, dit ga ik wel even hergebruiken. Want er hangt overal van alles en nog wat aan vast. En we zijn begonnen met te kijken, kunnen we de huidige Jenkins gebruiken? Maar we kregen hem niet eens ingericht. We konden niet eens een pipeline inrichten zonder dat we moesten nadenken over build slaves op meestal marathon en weet ik het allemaal verdoffen. En dan dacht ik, ja, maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon op een knopje kunnen drukken en zeggen, nieuw pipeline. Dat konden we niet. Dat. Dus vandaar dat we zeiden, we gaan op een hele nieuwe stack. En ik zou hem zo laten zien wat we inmiddels voor elkaar hebben gekregen. Bij alles wat we doen, nemen we zo laat mogelijk beslissingen. Want des te later je een beslissing kunt nemen, des te meer weet je over waar je een beslissing over wil nemen. Het gaat over bij alles in het leven wat mij betreft. Dus bijvoorbeeld, waar ga ik naartoe op vakantie? Ik beslis dat het liefst de dag van tevoren. Er zijn mensen in mijn omgeving die vinden dat niet leuk, hè? Die zijn wat meer waterval-driven, zeg maar. Of dan heb ik nog een ex die zegt, ja, maar dan wil ik in die week wil ik ook op vakantie, zegt ze dan. Soms heb je wel problemen, dan moet je iets verder naar voren trekken. Maar zo laat mogelijk beslissen is altijd goed. Betekent bijvoorbeeld ook, de manager van, laten we zeggen, de infrastructuurmanager, die zegt dan van, ja, kun je niet alvast een beslissing nemen over welke cloud-technologie je gaat gebruiken? Want dan kan ik de mensen in het huidige opsteam alvast die kant op laten scholen. Dan zeg je, maar ik weet helemaal niet of ik die mensen überhaupt nodig heb, want ik heb alles geautomatiseerd. En ten tweede, ik weet nu nog niet wat ik over een half jaar ga gebruiken. Want over een half jaar zijn er weer 2 AWS Invents geweest, of re-invents, of weet ik veel die dingen heten. En hebben ze weer 36 nieuwe services neergezet. Dus gewoon niet bij te houden. Maar je hebt net bedacht wat ze allemaal hebben, hop, komen er weer 20 bij. En dat is bij Azure net zo.
En bij de Google Cloud gaat het iets langzamer, maar ook veel te hard. Hè, dus als ik nu een beslissing moet nemen over iets wat ik over een half jaar pas nodig heb, dat is doodzonde. Dat moet je dus niet doen. Dus altijd zo laat mogelijk beslissingen nemen. En de laatste is eigenlijk, dit sta ik sowieso wel voor, hou alles zo simpel mogelijk. Mensen zijn gewend, wij zeker in IT, om in complexiteit te denken. Maar maken alles ingewikkeld. Ik heb heel vaak gesprekken met groepen developers of architecten met name, die doen het heel erg. Of product owners hebben er ook een handje van. We moeten ook nog rekening houden met dat en met dat. En dan, maar dan moeten we dat alvast inbouwen, want dan is dat alvast generiek. Dat moet je dus helemaal nooit doen, hè. Beginnen met iets generieks te bouwen. Als je dat doet, doe je het niet helemaal goed. Ja, ik zie al, jullie hebben het al gedaan. Iedereen doet dat, hè. Doet dat ook. Maar dat moet je niet doen. Dat weet je helemaal niet. 90% van generiek geschreven code wordt nooit gebruikt. En dat voegt wel allerlei complexiteit toe. Dus mijn tip is ook, bouw het eerst een keer. Dan bouw het nog een keer. Dan denk je, het lijkt er wel erg. Dan bouw het een derde keer. Dan denk je, dit lijkt wel heel erg op elkaar. Misschien moet het nou eens even abstraheren en er iets anders mee doen. Staat alleen maar in uw mailboek van 15 jaar terug. Nou ja, dat. En toen zijn we gaan kijken, ja, wat gaan we dan doen? Wat voor stappen gaan we nemen? Dat ga ik heel snel doen, hoor, dit. Zeiden we, nou, weet je wat, we beginnen met een heel klein teampje. Want hele kleine teampjes gaan veel harder dan grotere teams. Dat merkte ik bij mijn vorige opdrachtgever. Daar begon ik met een heel klein team. En dat ging heerlijk. En we gingen hartstikke snel. We waren met z'n zessen. Dat maakte heel veel tempo. We gebruikten heel veel. En toen zei de CEO van het bedrijf, die zei, maar ja, we moeten nog veel harder gaan. Want we moeten veel sneller alles kunnen vervangen. Dus je krijgt het andere team er ook bij. Ik zei, nou, maar dat wil ik helemaal niet. Ik zei, ja, dat gebeurt toch, want dan gaan we sneller. Ik zei, nee, dan gaan we langzamer. Nou, daar geloofde hij helemaal niks van. Toen had ik een team van 20 man. En ik stond stil. Want die zes mensen die heel hard aan het werk waren, die moesten die andere mensen uitleggen hoe het werkte. En die moesten ze helpen en op weg helpen. En ja, bij een bedrijf van 100 man is niet iedereen even snel en even slim en even handig. He, dus je bent heel veel tijd kwijt aan het opleiden, trainen van mensen, begeleiden van mensen. En die tijd kun je niet spenderen in het innoveren en heel snel gaan. Dus mijn huidige team is 4 man, waarvan ik er 1 ben. Het zijn ook mannen. Ik had er best graag een vrouw bij gewild. Maar ja, we hebben maar heel weinig vrouwelijke programmeurs. En niemand zit er fulltime in. Dus we spenderen eigenlijk alleen maar tijd als we het zin hebben en tijd hebben. Dat betekent dus dat we bijvoorbeeld gisteravond om 11:30 nog met elkaar in gesprek waren over dingen. Via WhatsApp. Kan ook via Slack, maar ik vind Slack niet leuk, want dan krijg je nog 30.000 kanalen om mijn oren heen. En bij WhatsApp valt het nog wel mee. Dus klein beginnen. Toen zijn we wat architectuurguidelines gaan neerzetten, die zal ik je ook laten zien. We hebben het landschap uitgemodelleerd in smart use cases. Dan zijn we eens gaan nadenken, kunnen we in een heel klein stukje infrastructuur, kunnen we een pipelineje maken waarbij we alleen maar zeggen, als ik mijn code incheck, gaat die bouwen en draait hij de unit test. Dat was het eerste stapje. En dat konden we zien, hè. Ik checkte mijn code in, paf, ging hij naar GitLab. En dan ging er een build trigger af en Jenkins zei, dan pak ik het wel op. En die deed de build en die deed de unit test. En dan werd hij groen of rood of niet. En dan hadden ze, vet, eerste stapje bereikt. Niet meer dan dat. En dan waren we al blij. En dan heb je een probleempje opgelost. Namelijk, ik kan geautomatiseerd mijn unit test draaien in de pipeline. Cool. Toen zijn we wat eerste dingetjes gaan schrijven. En dan kom je aan tegen allerlei leuke programmeerprobleempjes. Of hoe ga je dat nou inrichten? Hoe maak je nou een nette, elegante, ik zal het woord clean niet zo gauw gebruiken, maar een elegante manier van code schrijven. Er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, maar dan moet je wel eens rekening houden dat er straks 20 man services zitten bouwen. Dat is niet zo, hè. Als je een microservice architectuur gaat neerzetten, om je een voorbeeld te geven, die 30 miljoen regels code bij die verzekeringsmaatschappij, die zijn vervangen door pak en beet 150 kleine blokjes. Met in totaal 300.000 regels code. Dat is het hele landschap vervangen. Ja, dus de grap is, ik denk dat ik met mijn huidige teampje, misschien nog 1 of 2 mensen erbij ergens volgend jaar, het hele landschap kan vervangen. Ik heb geen team van 20 man nodig die voortdurend nieuwe services schrijven. Op een gegeven moment zijn ze op. Je hebt er niet meer. Op een gegeven moment heb je er 50, 100, weet ik het. En dan heb je er niet meer nodig. Dus je hoeft niet code te schrijven alsof 300 man daarmee gaat zitten programmeren. Dat moet je gewoon niet doen. Nou, dat. En health checks moet je natuurlijk hebben. Want je wil weten, als die omdondert, moet die vanzelf weer de lucht in. En de grap was dat we ontdekten, we gingen dat doen. En toen kwamen we tot ontdekking dat als we dat gestandardiseerd deden, dat die Docker containers dat snappen. En dat die Docker containers die in Kubernetes draaien, zorgen dat Kubernetes snappen. En dat Fargate, wat eigenlijk orchestrated Kubernetes is met Docker containers, die snapt dat ook. We kregen gewoon cadeau. Dus we hadden een heel simpel service geschreven in ieder microservice waarmee we een health check kunnen doen. En vervolgens hadden we alles van failover en dingen die omvielen en die automatisch de lucht weer in moesten komen, hadden we 1 keer opgelost. Wisten we zelf ook niet, maar dat was toevallig zo. Dan was hij, klaar, geregeld, volgende probleem. Nou, dat. En dan moet je gaan nadenken over autorisatie, de authenticatie. Dat is niet leuk. Dat is het best ingewikkeld probleem, zeker als je met multiple tenant gaat. En je moet nadenken over federatie en dat soort flauwekul. En dit had ik neergezet tegen het bord. En heb ik gezegd, dit wil ik de komende maanden doen.
En als we over 2 maanden kom ik hier terug en dan ga ik je vertellen hoe ver we zijn met die dingen. En als we ver genoeg zijn, dan geef ik je een advies over of ik denk dat het handig is om ermee te stoppen om van verder te gaan. En 2 maanden later kwam ik terug bij de boord en dat hadden ze allemaal gedaan. Tot mijn grote verbazing, want we waren echt helemaal vanaf nul begonnen. En toen zei ik, nou ja, dan hebben we een tweede ronde. En in die tweede ronde moeten ze een keer nadenken over hun database. En dacht ik, ja, je had toch al services gebouwd? Ja, die hadden we ook, maar die hadden data gewoon in memory. Om je een voorbeeld te geven, we hebben 6 tenants. Dus ik had een componentje gemaakt, heet organization. En in organization zit in code, gewoon in een JSON dingetje, zitten die 6 tenants. Dus hij mag geen reden om een database te hebben daarvoor. En zegt hij, ja, maar je moet er toch eentje kunnen toevoegen. Ja, dat gebeurt 1 keer per jaar. En dat betekent dat ik een objectje in mijn JSON array stop en dan ben ik klaar. En dan deploy ik het dingetje, want dat is het mooie van microservices. Je kunt voortdurend alles opnieuw deployen. En dan heb ik er 7 in plaats van 6. Geregeld. Dus ik hoef er nog niet over een database na te denken. En op een gegeven moment kwamen we dingen die wel een database nodig hadden. En dan moeten we gaan nadenken over het standaardiseren van die pipelijntjes. Want op een gegeven moment heb je er een heleboel. En je wil niet dat ze allemaal verschillend zijn. Dus je wil maar 1 pipeline file hebben. 1 pipeline script. Wat geldt voor al die services. En dat als je zegt van, en nu willen we SonarQube in de pipeline hebben. Dat je dat op 1 plek doet en dat die pipelines vanaf dat moment SonarQube draaien. Dat soort dingen moet je over gaan nadenken. Multiple tenancy, correlation IDs. Toen gingen we nadenken over logging. Het bleek gewoon een componentje voor te bestaan. Dat hebben we ingeplucht zo en toen deed hij het. En toen logde hij alles naar CloudWatch. Zonder dat we daar iets voor hadden te hoeven te doen. Vet man. Dat is echt een ding. Ah, cadeau. Hoeven niks meer. Is simpel. En simpel is goed. Ja, dus alles wat je niet zelf hoeft te doen, dat scheelt weer. En toen zei ik van, ja weet je wat. We hebben zo'n mooi customer portal staan in Liveray. Dat is een hele oude Java technologie. Een hele lelijke website is het. Valt ook voortdurend om. Maar we kunnen hem niet updaten omdat er zoveel aan geknutseld is. Dat standaard pakketje wat eronder zit, dat kun je niet meer updaten. En dan zit je vast. Dus toen kwamen de managers naar toe en die zeiden, kun je ook niet alvast een beetje een portal bouwen? En dan zei ik, ja, kijk maar, dat staat al in onze stapjes die we gingen nemen. Dus, dat is goed. En toen zijn we langzaam gaan kijken, nou, kunnen we dan verder zakken? En kunnen we dan wat van die services gebruiken? We hebben bijvoorbeeld een weather service. Kun je nog vragen wat voor weer het is, hier ook. En toen zijn we daarmee weer verder gegaan. En toen kwam er een ronde 2B, want toen zeiden ze inderdaad van, kun je die portal gaan bouwen? En toen zeiden ja. Deze slide heb ik denk ik 1 of 3 geleden gemaakt. Toen zeiden we, ja, maar dat betekent ook front-end technologie. Hadden we nog niet over nagedacht. Moesten we gaan kiezen. En toen zeiden we tegen de front-end developers die we hadden, joh, welke zou jij nu kiezen? En toen zeiden ze Vue. En iemand anders zei Angular. En toen hebben we dus React genomen. Of dat nou een handige keuze was? Ja, op zich wel. React is best een leuke keuze. En dan ga je nadenken, wat moet er dan verder mee? Dan moet je dat standaardiseren. En hoe ga je nou je website bouwen? En hoe ga je nou, we praten inmiddels tegen MongoDB. Er was ook 1 klik op de knop en klaar. En dan ga je verder. Inmiddels staan we nu zover dat we sinds deze week overigens de QB.in en de QB.io kunnen gebruiken. Want dit wordt uiteindelijk de productieomgeving, QB.io. En zo ga je stapje voor stapje verder. Dat is wat je moet doen. En je kunt niet anders. En hoe ziet nou de stack eruit op dit moment? Waarbij we helemaal niet weten of dat over 1/2 jaar nog zo is. En ik geef je al aan, deze tijd is van 2 maanden terug denk ik. Dus het zou best kunnen zijn dat het anders is. Dus we zijn eigenlijk gaan zeggen, van, nou, we doen standaard domain-driven design. Dus de practices en ideeën van domain-driven design hanteren we altijd. Dat doe ik al jaren, dat doe ik eigenlijk niet anders. Maar ik zal je zo wat over vertellen ook. En alles wordt microservices. Dus alles in hele kleine blokjes. En dan moet je gaan afvragen, wat betekent dat dan? TypeScript was programming language. Gebruiken jullie TypeScript? Wat voor taal gebruiken jullie eigenlijk? Allemaal C-sharp of niet? Ik ben enorm TypeScript fan, even voor duidelijkheid. Maar dat komt ook omdat ik een enorme fan ben van Anders Helsberg. Wiens foto nog niet in mijn wc hangt, maar hij is wel een kandidaat. TypeScript is een hele grappige taal, omdat het is natuurlijk JavaScript eigenlijk. Dus je kunt er dynamisch in programmeren, maar je kunt er ook statisch in zijn als je wilt. En dat is wel zo heerlijk. De omgang met JSON in TypeScript is zoveel makkelijker dan als je dat in C-sharp of in Java zou moeten doen. Dus we hebben TypeScript gekozen. Nou had ik daar al ervaring mee, dus dat scheelde wel. Als platform gebruiken we Node.js. Kun je Node toevallig? Vet jongen, ik vind Node echt vet. Ik vind het echt cool, ik hoef er namelijk helemaal niet naar te kijken. Well, ik weet een beetje hoe het werkt en dat is genoeg. En op Node draaien we Express. Express is een beetje de standaard webserver voor, of webservice server, whatever it may be, voor het JavaScript platform. Maar je kunt ook werken met Fastify en Qua en er komen allerlei nieuwe uit. Sommige zinnen doen allemaal precies hetzelfde. En dan zeggen ze, ja maar deze is nog weer beter dan de vorige. Dan zijn de makers van Node, die zijn weer een nieuwe server aan het schrijven. En wat we dus gedaan hebben, gezegd, we nemen Express, want dat is de wereldmarktleider. Die heeft de meeste hits op NPM Trends.
Echt waar. Maar als we naar een andere toe willen, dan kunnen we dat omdat we het enigszins weggeabstraheerd hebben. Dus we kunnen met vrij weinig moeite dingen uit ons landschap trekken en andere er weer in duwen. En dat is wel handig. Als je dat kunt doen zonder al te veel moeite, dan is dat wel een aan te bevelen patroon. Toen zijn we begonnen met TypeScript REST voor onze API's. Dat hebben we inmiddels eruit gegooid. T-Syringe is een dependency injection engine. Geschreven in JavaScript door Microsoft overigens. Fijn ding, er is net een nieuwe versie uit. Maar ik kan de changelogs niet vinden, dus ik heb geen idee wat ze van versie 3 naar 4 nou gedaan hebben. We gebruiken uiteraard Passport als het gaat om autorisatie en we gebruiken Jest om te testen. Jest is een unit test framework en prachtig. Echt heel mooi. En we gebruiken Mongo als database. Waarom gebruiken we Mongo? Omdat Mongo geen tabellen heeft. Hè? Database zonder tabellen? Ja, dit is namelijk een document database. En document databases hebben documenten. En een document is feitelijk een JSON-structuur waarbij je tegen Mongo zegt, hier heb je hem, doe er wat leuks mee, paf. En dat is dus niet te vergelijken met één tabel, maar ik kan dus het hele domeinmodel wat onder een service ligt in één keer zo poef wegstoppen. En ik kan het ook in één keer weer teruggaan, dan heb ik het weer. Klaar, geregeld, dat. En dat is zoveel handiger werken dan als je met relationele databases moet werken, dat je eigenlijk als je dit doet, wil je nooit meer terug. Ik heb dus ook al 5 jaar geen relationele database van dichtbij meer gezien. En dat bevalt me uitstekend, moet ik zeggen. Daarmee wil ik niet zeggen dat ze niet goed zijn, maar er zijn voor allerlei problemen zijn er andere oplossingen dan relationele databases. We gebruiken Jenkins als build engine, SonarQube voor static code analysis. Dat moet je gewoon doen, simpelweg. Maakt me niet uit wat voor taal je in werkt, maar dit is onmisbaar. Als je dit niet doet, dan mis je iets. Voor duidelijkheid, jullie denken, oh, wij doen dat niet, wat zegt hij nou? Doen. Gewoon in je pipelines hangen. Het is gratis, open source. Dus gaat het, hè? Nou, dat is een goeie. Wat wij hebben een vrij uitgebreide set aan regels gekozen. Dus we hebben ook security checks erin zitten bijvoorbeeld. We hebben een stuk of 4-5 regelsets die we hanteren. En die hebben we gewoon allemaal aan staan. We hebben er nauwelijks iets uitgehaald. Ja. Nou, gewoon niet te moeilijke. Simpel, weet je. Dit is simpel. En ja, ben je er nou mee eens met al die regels? Nou, ach. Niet altijd. Is dat erg? Nee, is helemaal niet erg. Overigens, Sonar doet het wel uitstekend. Ik zal Sonar zo wel laten zien. Wat hebben we dan nog meer? Wij gebruiken GitLab. Ik neem aan dat jullie het Distributed Version Control systeem hebben. Als je nu nog SVN hebt of Visual Source Safe. Mag überhaupt niet meer natuurlijk, even voor duidelijkheid. Als je geen Git-based versiebeheersysteem hebt, dan moet je upgraden. Punt. Zo simpel is het. Er is niks anders meer dan Git tegenwoordig. En ja, daar heb je verschillende smaken van. Hè. Je kunt het in TFS doen, je kunt het in GitLab doen, in GitHub. Ook Microsoft tegenwoordig. Of in Bitbucket bijvoorbeeld. Dat maakt niet zo bar veel uit. Ik vind GitLab een beetje traag, maar het werkt wel. En we gebruiken Artifactory om onze eigen packages in op te slaan. En wat hebben we nog meer? Oh ja, we deployen naar Fargate. En dit is echt piece of cake. Er staat echt helemaal geen moer voor. Ik weet niet hoe het moet. Ik wil het ook niet weten. Maar onze pipelines doen dit. En dat is alles wat ik wilde weten. Dat. Nou, dat zijn de beslissingen die we genomen hebben. En dan, neem kleine stapjes. Ik zal je een hoop van die stapjes laten zien. Ik weet niet waar we zijn in de tijd, maar het komt vast goed. Goh, vet. We hebben TypeScript gekozen als taal. Waarom TypeScript? Nou, het overgrote deel van de software die we nu hebben bij Qubi is Java. En ik heb niks tegen Java. Net zo goed als ik niks heb tegen COBOL. Java is een mooi uitgebalanceerd platform, wat het inmiddels doet. Het is niet saai aan het worden, wat iedereen doet op dezelfde manier. En als je je code net even anders wil schrijven, dan vinden ze je eng. En, nou, dat. Dus ik heb gezegd, ik wil daar gewoon mee breken, want ik wil gewoon niet dat we ook maar overwegen om iets her te gebruiken wat we nu hebben. Dan vind ik het liever opnieuw uit, dan dat ik het ga hergebruiken. En hebben we gedaan. Dus we hebben gezegd, we doen TypeScript. Want TypeScript is JavaScript. Dat betekent dat ik net zo dynamisch kan programmeren. Ik hoef niks te typen als ik niet wil. Maar ik kan het wel als ik het wel wil. En dat is, ja, het is een mix of being able to do static typing en lekker gewoon maar programmeer maar ergens tegenaan en we zien wat eruit komt. En overigens, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was nooit een grote JavaScript fan. Dat ben ik inmiddels wel. Ik ben in de afgelopen 3-4 jaar redelijk de andere kant op gegaan, zeg maar. En ja, het heeft mijn leven weer verrijkt. Ik wil niet zeggen dat het ook moet doen, hè, maar het is een optie. Dus TypeScript is voor mij een no-brainer. Kijk, hier is een stukje TypeScript. Een van de belangrijke voordelen van TypeScript voor mij als ik microservices doe, is dat het
zo ontzettend makkelijk met JSON omgaat. Als je dat in Java doet of in C-sharp doet, dan moet je voortdurend heen en weer gaan schuiven met die JSON. En dan moet je dingen daar weer zetten en daar weer zetten. En dan fuck, het is een string of het is een e-nummer en allemaal dat gedoe. En in TypeScript en dus ook in JavaScript is JSON nou eenmaal gewoon een primary citizen. Een JSON-object is gewoon een object, een ding heeft properties. Die hoef je niet te typen, maar je compiler accepteert het gewoon en klaar. En dat scheelt heel veel werk, het scheelt heel veel code en het scheelt heel veel gedoe. En het kunnen werken met JSON in je taal is wel ontzettend fijn, kan ik je vertellen. Waarom heb ik nou deze slide erbij staan met code? Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Waarom had ik dat eigenlijk? Staat hier ergens? Staat er niet eens? Er is nergens JSON hier. Nou, dat is trouwens niet waar. Hier zit de body. Ja. Maar ja, dus je kunt nergens zien hoe de body is getypt, zeg maar. Maar even wel simpel, hè. Laat ik even wat JSON zien dan. Ik had beloofd dat ik wat code ging laten zien ook. Zo. Dit is mijn ontwikkelomgeving. Het ding heet WebStorm. Even kijken, wat is nou handig om erbij te pakken? Nou, deze bijvoorbeeld. Dit is een van onze web. Kunnen jullie de code zien? Als je deze tool nog nooit gezien hebt, dat is een van de JetBrains tools. Die zijn allemaal hetzelfde. Die zijn er voor iedere taal zo'n beetje. Ook voor C-sharp. Dan heet die Rider. Voor Java heet die IntelliJ. Dat is WebStorm. WebStorm is gebouwd om webapplicaties mee te bouwen. Er is geen beter ontwikkeltool. Al die mensen zeggen, ja, VS Code is ook een goede. VS Code is een prima editor, maar het is geen IDE. Er is een enorm verschil tussen wat WebStorm doet en wat VS Code doet. Ik heb overigens niks tegen VS Code, maar dit is wel een ander soort tool. Heb ik ergens Java inzitten, of JavaScript inzitten, of JSON inzitten? Ja, vast wel. Want, ik heb hier ergens een demootje. Kijk, dit is een JSON file. Dit is JSON, hè, voor mensen. Jullie hebben allemaal toch wel JSON gezien in de kamer, toch? Hè? Want het zou raar zijn als je in 2019 geen JSON hebt gezien. Je weet het niet, hè? Kijk, dit zijn twee, wat zijn het? End users. En in een JSON file. En die JSON file, die gebruik ik heel simpel om doorheen te loopen. Want ik heb ergens een demo paginaatje gemaakt. En ik denk dat ik hem daarin gebruik. Even gokken. Dan heb ik ook een labcode. Dit is mijn grootste labcode die ik heb. Dan heb ik hem hierin gebruikt. Nee, want ik praat tegen de repository. Dus dan komt hij uit in de gateway. Maar ik kan mijn code niet lezen. Waar is mijn leesbril? Heb je als je ouder wordt, weet je, dan moet je allemaal met een leesbril gaan opzitten en zo. En zo. Even zien. Wat doet hij? Ja, kijk. Hier heb ik mijn. Dit is mijn JSON file. Deze. En die kan ik gewoon importeren. En dan heb ik gewoon een file met dingetjes daarin. En hier duw ik hem in een list. En dan zeg ik, nou, los het maar op, weet je, dat is goed. Maar het leuke is dat je dus tegen die end users aan kunt praten. Zodat ik hier regelcode zou typen. En ik zou zeggen, end users 0, eerste element. End users, moet ik het wel goed typen natuurlijk. En dan kan ik hier gewoon kijken van, nou, wat heb ik allemaal? Ik heb een ID. En ik heb een e-mail, en ik heb een external ID, en ik heb een name. Oh, en wat heeft name dan? Nou, name heeft first, last, middle. En daar heb ik geen code hoeven te schrijven. Dit zit gewoon, hij loopt eigenlijk door die JSON heen om te kijken wat erin zit. Het feit dat je dit kunt doen op eigenlijk iets wat data is, is wel heel erg fijn, kan ik je vertellen. Het scheelt je een hele bak met ellende en het scheelt je een hele bak met allerlei serialisatie en deserialisatiecode. En dat is voor mij een van de belangrijkste redenen om hiervoor te kiezen. Goed, dat. Dus TypeScript. Nou, hartstikke fijn. Zouden al die mensen bij mij, bij Cube, die zeiden, ja, we kunnen helemaal geen TypeScript meer zeggen. Dat geeft niet, dan ga ik maar leren. Hè, de mens is nooit oud om te leren en ik was thuis in team, dus dat moeten ze niet zeuren. Dus, prima keuze voor taal. Er zit van alles nog wat in. Generics, soms heeft hij wat quirks. En sommige dingen zijn zo mooi opgelost dat je denkt, oh, waarom kan dit nou niet in die ouderwetse talen als C-sharp en Java ook zo zijn? En dan kom ik eigenlijk tot de conclusie, ik ga nooit meer terug. Ik wil niet meer programmeren in C-sharp of in Java. Ik heb het allebei meer dan 10 jaar gedaan. En het hoeft voor mij niet meer. Doe mij maar TypeScript. En als er geen TypeScript is, dan maar JavaScript, maar liever TypeScript. En de grap is, TypeScript neemt enorm toe in populariteit. Dus er is steeds meer wat ook voor het web standaard geschreven wordt in TypeScript in plaats van in JavaScript. Ja, het is gewoon fijn. Nou, Node.js is basically een no-brainer. Dat was een andere keuze die we maakten. Als je op het JavaScript platform terechtkomt, JavaScript ecosysteem, je hebt zeg maar drie grote ecosystemen. Je hebt het .NET ecosysteem, het Java ecosysteem en het JavaScript ecosysteem. Alles wat web frontend is, maar ook server-side. Dan is Node is gewoon een no-brainer. Feitelijk hebben JavaScript draait ook altijd in een browser. Als je het heel plat slaat, dan zou je eigenlijk moeten zeggen, Node is, laat ik het zeggen, het emuleert een browser. Dus het kan JavaScript voor je runnen. Dat is basically wat Node doet. Dat is de belangrijkste functie van Node.
En hoe hij dat doet, is dat hij dat in een event loop doet. Dat betekent dat alles wat je opstuurt naar Node, dat duwt hij ergens op een stack en dan begint hij dat af te handelen. En ja, Node is single-threaded. Hè, hoe kan je single-threaded zijn? Ja, omdat hij zo weinig doet en zo bloedsnel is, dat je helemaal niet zoveel threads nodig hebt. En dat geeft een heel ander programmeermodel. Maakt het uitermate eenvoudig om dingen tegenaan te programmeren. Ik heb dus nooit problemen met multithreading. Simpelweg, want ik heb geen multithreading. Dat is fijn. Dat moet je maar omkomen in een Java of een .NET wereld. Ja, eventueel. Wat willen jullie? Willen jullie een kwartier pauze of zal ik gewoon doorlullen? Lul maar door. Weet je wat we doen? Voor degene die koffie wil halen, die gaan koffie halen en dan lul ik gewoon door. Of zo. Iets. Of hebben jullie liever allemaal toch even pauze, dat we even koffie drinken en dan weer verder gaan? Denken halen en weer verder. Dat vind ik een hele mooie.